Bam pa pa pam pa pa pam pa pa pam 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 pa pa pam pa pa pam pa pa pam pam pa pa pam pa pam pa pam 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 pa pa pam pa pam. Hallo kijkers, ik ben Rick van Serpent Gameplay. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe map van een kijker. Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay. Ik had erg veel energie. Ik dacht, weet je wat, ik pomp al die energie in een soort geconcentreerde blok in de eerste paar seconden in de vorm van dat Rocky-nummer. En nu zit het voor altijd in je hoofd. Of was het Rocky? Ja, het was het Rocky-nummer. Ik vind van wel. Vandaag een nieuwe Minecraft-map van een kijker. Vandaag spelen wij de map Rick's Illuminati Opleiding. Grappig is, een paar afleveringen map van een kijker geleden had ik ook een MLG texture pack. Deze keer heb ik een andere, geloof ik, als je hier kijkt. Ja, ik heb nu MLG pack by Just Neek. Waarschijnlijk een custom made MLG texture pack. De vorige was gewoon van Google. Deze persoon zei van, ja, ik had mijn map eigenlijk al af. Toen kwam de andere MLG map online en dat is gewoon balen. Hij zei niet van, oh, hij heeft mijn idee gestolen of zo. Het is gewoon een redelijk makkelijk idee. Ze hadden toevallig hetzelfde idee. Deze map is waarschijnlijk ietsje beter. De vorige map had namelijk vooral gewoon een leuke texture pack gestolen van internet. En deze zit, als het goed is, ook echt wat liefde in. Deze keer is onze voedselbar Doritos. Geen idee wat onze health bar precies is. Hallo Serpent Gameplay. Dit is de geheime basis van de Illuminati. Ja, dat is waar. Illuminati is confirmed. De Illuminati zit in Area 69. En jij, Serpent Gameplay, wordt lid van de Illuminati. We gaan wat tests afnemen om te kijken of jij de Illuminati waard bent. Druk op de knop achter je. Shoutouts, Shrek, Serpent Gameplay, Shrek, Shrek, Rick Broers, Shrek, Goudmijner. Oh ja, vergeten. Onderweg vind je 25 geheime diamonds. Probeer ze allemaal te vinden. Ik heb er één. Wow, dat ging goed. Blijkbaar is Shrek de baas van de Illuminati. Boss. Sweet boss. Verder hebben we hier dus een spoderman die YOLO zegt. Ja, je moet ervan houden. Eén regel. Je moet in Game Mode 2 spelen. Als je vast zit, mag je creative zijn. Alleen klikken als je alles hebt gelezen. Haboom! Oh, ik klikte mis. Dat is een faal. Oké, dan. Er zijn 10 minigames. Als je ze allemaal goed doet, mag je jezelf een trots lid noemen van de Illuminati. Doe ik het voor. Oké, dan. Apparatuur. Een Serpent Gameplay Stick der Wijsheid. En een Nemo. Nemen we mee. Wat is 9 plus 10? 21 of Darude Sandstorm? Ik ga voor Darude Sandstorm. Prachtig, minigame 2. Wauw, dat gaat snel. Met dit tempo kunnen we nog voor het eten thuis zijn. Mountain Dew schoenen, Mountain Dew tieten, Mountain Dew fedora, Mountain Dew broek. Miel's panzer en een Skelly Killer 5000. Oké, dan. Oh, ik zie al waar dit heen gaat. Ik moet dus over een soort trap des doods lopen. De staircase op Doom. En er zitten wat skeletons die op mij schieten. Oké, dan. De eerste minigame was gewoon een kleine oefening. Nu gaat het echte werk beginnen. Je gaat 80 stappen omhoog. Er zijn onderweg vele obstakels. Succes. Misschien zie je geen skeletons naast je. Dat zou kut zijn. Oké, dan. Oh, shit. Creepers. Nee. Rustig. Oké, rustig. Even kijken hoor. Hoe werkt dit? Ik moet even proberen wat van die skeletons neer te schieten voordat ze mij neerschieten. Mijn leven. Oké, ik ben dood. Verder hoor je dus coole snipergeluiden. Hey, ik heb trouwens een nieuwe diamond gevonden. Hartstikke mooi. We kunnen proberen misschien vanaf hier al wat skeletons neer te schieten. Hey, dat lukt vanaf hier. Prachtig. Oh, maar er zit ook iets van een barrier tegenaan. Zie je dat? De pijlen vallen uit de lucht naar beneden. Er zit iets van een barrier bij. Dus het is een beetje kloten hoe ze gaan raken. Het probleem is dus, skeletons vallen er niet af. Als er geen barrier zou zijn, zou je ze gewoon één keer kunnen raken en dan boom weg. Nu moet je ze dus echt meerdere keren gaan raken, maar dat is geen probleem in principe. Er is er al eentje dood, dat is iets. Oh, deze had ik ook al geraakt. Als ik ze raak, moet ik in principe gewoon mijn schot stabiel houden. Dan zou je denken dat je ze weer blijft raken, maar je weet het niet. Volgens mij is dus het onderste gedeelte geen barriers, het bovenste gedeelte wel. Staat trouwens gewoon weer een linkje in de beschrijving met een downloadlink van zowel de texture pack als de rest van de map. Veel speelplezier. Verder, zou het, dit is gewoon een tip van de maker van de video, dat ben ik dan. Zou het gewaardeerd worden als je een duimpje omhoog geeft? Ik ga er niet op nakijken. Ik ga niet de moeite doen je moeders telefoonnummer te vinden en te zeggen, ja, dit kan echt niet. Maar als je zin hebt om een duimpje omhoog te geven, doe het even. Ik heb ook wel eens niks te doen. Dus ja. Ik weet niet of je ooit een verjaardag hebt gehad. En dat je dan zeg maar na de verjaardag al je geld telt. Dat is een goed gevoel. En zo voel ik mij als ik bij mijn video kom en mijn likes zie. Ik hoef er niet te... Wow!
Ik hoef alleen mijn likes niet te tellen. Dat doet YouTube al. Zou zo lullig zijn. Als je gewoon een lijstje ziet met Jochem heeft geliked. Jeroen heeft geliked. Dat is niet handig. Ga eens dood. Wow, ze blijven gewoon spawnen, jong. Dus niet. Ga eens What the fuck? Oh nee, dit is het probleem. Kijk, die creepers lopen de trap af. Die trap zit vol met pressure plates. Dan spawnen er nog meer creepers. Die lopen ook de trap af. Ze blijven zich op die manier een beetje vermeerderen. Oh man. Zie je, dat bedoel ik dus. Die pressure plate activeert zo'n dispenser met monster eggs erin. Waardoor je een klein creeper probleempje krijgt. Ja, loop die trap niet af, man! Ik kan zo meteen, als het te irritant wordt, eventjes gauw de eieren uit die spanners halen. Dan zijn we er vanaf. Maar we gaan al redelijk goed op de skeleton trap. Er zijn al wat skeletons dood. De trap. Ja, die is niet dood. Het is gewoon een trap. Maar toch. Oké, dan. Dat ging redelijk goed. Die creepers blazen hier zichzelf redelijk op. Die maken je niet heel erg dood. Dus dat is chill. Denk ik. Oké, even proberen wat meer skeletons dood te maken. Lukt dat vanaf hier? Redelijk. Ik weet niet of ze mij ook kunnen raken vanaf daar. Ik hoop het niet, want ik heb namelijk niet zo'n passie om dood te gaan. Waar komt die creeper opeens vandaan? What the fuck? Man, ik schrik me de teringjes. Vooral ook die enge geluidseffecten. De snipergeluiden zijn goed. Boom. Oké, headshot. Daar zitten er twee. Om redenen. Ik ben een goede noscoper. Doe mijn best. Boom. Headshot, denk ik. Oh, die anderen zitten er ook twee. Dat is voor de extra moeilijkheid. Hè? Op het einde hebben ze er vier. Oké, dan. Verklaar ik waarschijnlijk waarom het niet lukt op het einde. Hallo? Zou u eventjes dood willen gaan, meneer? Het wordt namelijk heel erg gewaardeerd door mij, voornamelijk. Ja, dat is een mooi schot. Boom! Laatste! Pats! Oké, die is ook dood. We kunnen langs die laatste twee proberen te rennen, gewoon voor de fopsies. Ik kan alleen niet zo goed rennen en springen tegelijk. Schiet me niet dood, alsjeblieft. Ik heb zoveel om voor te leven. Vrouw, kinderen. Kindervrouwen. Vrouwkindjes. Op de helft. Is dit de helft? Oké, dan maak ik die gasten nog even dood. Man, ik dacht dat dit het einde was. Hij zei wel 80 blokken hoog. Dat is best hoog, I know. Voor mij heb ik gewoon... Ja, ik heb in principe gewoon een boog met Infinity. Ja, precies. Mountain Dew Armor is wel mooi, hoor. Je hebt gewoon diamonds groen gemaakt. Zoals je ook kan zien in de diamonds die ik verzamel, maar toch. Hé, hey, ga eens dood. En hij ging dood. Oké, dan. We moeten even daarheen voor die speciale chest. Hoe komen we daar? Ik wil best graag die speciale chest. Alleen, hoe kom ik daar? Dat moet te doen zijn. Je moet een of andere secret jump doen... En dan moet je... Of kan ik vanaf die trap gewoon bij die chest, joh? Oh, is dat het? Kan ik er vanaf hier gewoon bij? Ik dacht al vanuit dat niet kon eigenlijk. Nee, dat kan ook niet. Dan moet daar boven zien te komen, toch? Ik wil die supergeheime diamond. Laat dat maar. Ik vind waarschijnlijk er toch maar een stuk of 10. Dus, hè? Maakt dat maar niet uit. Het zou mooi zijn als ik er precies 10 vind. Dat zijn van die leuke edits. Dat je zegt, ik vind er waarschijnlijk toch 10 op het einde. Eindstand? 10 diamonds. Oh, er is een checkpoint op het einde. Ja, maar nou wordt het helemaal kut. Ik kan niet jump mappen. Nee. Ravioli. Bam, noscoped. Nou, het is in ieder geval fijn dat ik de kans krijg met de bewijzen hierin. Oh man, oh man. Wat is dat daar? Ik stel voor, aangezien we pas bij onderdeel 2 zijn, de jump map over te slaan. Hij zit gewoon bij het downloadpakket. Stel je denkt, nou ik wil de jump map lekker wel doen. Doe het lekker alsjeblieft. Ik ga het alleen niet doen. Welk kies je? Oh, dit is ook zo flauw. Ga ze hem allemaal doodmaken. Even kijken, hij heeft zeker barriers ervoor gebouwd. Ik kan niet checken welke het is. Skill... Sowieso de eerste. Oh, de eerste is gewoon goed. Haha. Oké, dan. Ja, sorry. Ik kan wel één voor één die pressure plates afgaan. Maar het voegt niks toe aan de video. Het kost alleen maar tijd. Ja. Waarschuwing. Onzichtbare blokken. Man. Hier ben ik ook zo slecht in, zeg. Oké, het gaat nog goed. Waarschijnlijk gaat er nu wat veranderen. Ja, oké. Hier is een padje. Een gezellig padje. Oké, wat moeten we nu doen? Volgens mij is hier een sprongetje. Ja. Ik leef. Vraag me niet hoe, maar ik leef. Oké, nu zie ik echt geen tering meer. Oh, het is hier omhoog. Oké, dan. Oké, jongens. Ik overleef de Illuminati momenteel. Dit is een grote test. Mag ik dat even zeggen? Dankjewel. Laatste 10. Oh nee, wat is dit? Misschien zie je het niet door bugs. Er is één entity daar. Nok hem eraf. Oh, wat gaat dit doen? Ik gooi die gast eraf, ja? Oh, dan kijk, het trapje. Wat grappig. Zonder trapje. Oh, was het niet gelukt. Nee, wat goed. Minigame 3. Trustfall. Oh, dat is nu meteen. Ik dacht, we worden geteleporteerd. Nee, ik moet gewoon naar beneden vallen. En dan val ik in die pool die we net al zagen. Even schieten. Poep. Oh man, ik val ernaast. Dit is geen trustfall. Bij trustfall ga je niet dood, denk ik. Oké, misschien ben ik nu iets te veel. Nog steeds, ik dacht dat ik te veel naar voren aan het sturen was. Het is best een hoge trustfall als je dit probeert. Oké, dan tik ik gewoon een paar tikjes naar voren nog. Nu zie ik gewoon niks. Ja, nu is het wel weer te ver, hè? Het is ook nooit goed met jou. Dan zomaar. En als ik zo spring, dat hij wel redelijk goed is. Oké, terug. Naar voren. Ik heb hem. Mooi.
Zit je vast inderdaad nog zo'n chestje. Ik heb nu al zoveel van die diamonds gemist. Hier opstaan. Poep in de soep. Red je leven. Zo zie je maar weer. Oké. Okay. Ik ga hierop staan. Wat doet het? Oké, we hebben hier een Five Nights at Freddy painting. Fuck die shit. Misschien zitten er nog geheimen achter. Ik schiet ze er gewoon allemaal af. Ik bewijs even mijn boven schiet skills. Snoop Dogg aanwezig. Poep. Oké, we hebben hier een diamond, een nachtsnack en Rick's dagboek. Wat staat er in mijn dagboek? Dag 1. Ik vind de opleiding die ik nu volg kwalitatief uitermate teleurstellend. Kut, maar als je kwalitatief met een K schrijft. Ik ben een paar keer gestorven. Ik draag Mountain Dew. En het allerbelangrijkste, ik mis Bardo. Weet je wat? Ik zeg de opleiding gewoon af. Ik ben er klaar mee. Ik ga morgen naar het kantoor van de Illuminati en ga klagen. Oké, stukje doen. Time set night. In principe is het niet nodig voor de checkpoint, maar het is gewoon grappig voor de verhaallijn, oké? Ik moet even een nachtje erover slapen en dan besluit ik de Illuminati te verlaten. Want zo ben ik, blijkbaar. Ja, hebben we allemaal gecheckt. De nachtinator. Aha, ik moet beter lezen. Oké, hier is waarschijnlijk gewoon een klein mopparcoursje of zo. Oh nee, oké. Hier is er nog een extra diamondje. We moeten waarschijnlijk gewoon deze kant op. In de vroege ochtend, eigenlijk midden in de nacht, ga ik even bij de Illuminati langs. Dat is normaal, blijkbaar. Ik kan nog de hele woestijn door om te checken of er nog geheime items zijn. Ik weet bijvoorbeeld niet of dit... Voor mij hoort dit bij de map van net, of niet? Ik blijf gewoon op het voetpad lopen. Doe dat lekker. Fuck die geheime diamonds! Ja, het is wel leuk als je de map speelt en je kijkt nu mee. Dan probeer ze maar wel alle 25 te vinden. Kantoor van de Illuminati. Niks, ga weg. Ik wil erin! Fuck die deur! Ik wil fucking naar binnen. Het is echt een fijn geluidje, dit. Bam! Oké, we gaan naar het kantoor van de Illuminati. Hier zie ik er nog even eentje liggen. Weet je, als ik ze echt zie liggen, neem ik ze mee. Oh nee, ik kom er niet meer uit. Het is een valstrik. Het valt mee. Het valt mee. Ik heb ergere valstrikken meegemaakt in mijn leven. Ik moet trouwens wel weer in Game Mode 2, anders gaan mensen haten. Je moest in Game Mode 2. Waarschijnlijk zat ik in Game Mode 0. Is dit lava? Nee, het is gewoon Mountain Dew. Het is wel mooi Mountain Dew. Gewoon lekker veel. Lekker, lekker. Mountain Dew is best lekker, maar er zit zo fucking veel suiker in, jongens. Je mag de knop na het praten meerdere keren indrukken. Praten. Hoe praat ik dan? Huh? Crazy Dave. Hé, dat is die gast van Plants vs. Zombies. Moet ik hem nu ook al indrukken? Ja, voor mij wel. Welkom bij het kantoor van de Illuminati. Wat is er aan de hand? Wat? Hier weg? Aha, sukkel. Als je hier weg wil, moet je de machtige Shrek verslaan. Maar dat zal nooit gebeuren, Rickje van me. Probeer maar, Rick. Ga maar naar Shrek. Ik open... Wat? Nee. Wat? Ik open de deur van niks. Ga weg. Maar ga nu. Je hebt maar een klein beetje tijd. Heb ik mijn 3 seconden om daarheen te gaan? Heb ik 3 seconden? Ik ga middelijk op die knop drukken. Oh, en dan, ja, dan blijft het verhaal lopen. En dan kun je wel door die deur heen. Wat een stom idee. Oké, ik blijf wel gewoon heel lang drukken. En hoe lang, zolang als ik druk plus 3 seconden is eigenlijk de tijd die ik krijg om naar het kantoortje toe te lopen, volgens mij. Zolang zou in principe die deur open moeten blijven staan, denk ik. Ik heb geen idee wat er van redstone hierachter zit. Of ik sloop de redstone, maar daar lijkt het niet om. Ik heb al best wel vaak gedrukt, voor mijn gevoel. In deze tijd kan ik in principe naar het deurtje toe. Denk ik. Hij gaat waarschijnlijk ook af en toe even heel kort dicht en dan gaat hij weer open. Hij staat nog open! Hij staat nog open! Hij staat soort van open. Ik ga naar de almachtige Shrek. Woe! Oké, het zou ook grappig zijn als je gewoon 10 seconden had en dan heel snel moest gaan. Maar oké, dat werkt ook. Wel jammer, ik vond het juist wel leuk, 10 opdrachten. Na 2 opdrachten word ik gewoon nog gekikt. Opdracht 1 van de hoeveel? Shrek's moeras. Voltooi het doolhof van Shrek's moeraswater door de knop te vinden. Shrek's moeras resistance potion. Oh, je moet eigenlijk via de knop doen. Oké, ik heb resistance. Ik neem er gewoon eentje mee, omdat ik een valspeler ben. Oké, ik neem hem niet mee. Ik vind het eerlijk om gewoon 1 resistance potion te krijgen. En met die ene potion door het complete vuurmoeras te gaan. Dit is wel cool. Ik vind het tof gedaan. Ja, dit zijn toch van die maps. Ik denk, hier is leuk over nagedacht. De storyline is niet te ingewikkeld. Maar je hebt toch een beetje liefde erin gestopt. Je hebt je eigen texture pack gemaakt. Dit zijn gewoon maps die ik gewoon hartstikke leuk vind om te spelen. Dus nu alvast bedankt voor het maken van deze map. En mensen die dit kijken, ja, dank jullie wel dat jullie mijn troepvideo's kijken. Dat wordt ook altijd gewaardeerd. Hoe lang heb ik dit eigenlijk? 1 minuut nog. Kut. Het is ook iets heel positiefs. Je moet het doolhof in zo'n beetje 1,5 minuut door kunnen gaan. Dus het is geen gigantisch doolhof. Het is ook best wel kut om het allemaal met lava te doen. Moet je die keer lava blokjes plaatsen. Niemand wil dat. Daar is het vast niet. Hier ga je een rondje waarschijnlijk. Of is hier iets achter te doen? Ik ging er maar met dood of niet. 42 seconden, Rick. Ik zou het fijn vinden als ik het in 1 keer haal. Maar mij kennende. Waarschijnlijk zijn er ook nog plaatsen waar ze... Zit ik nou vast in de stroming of wat? Waarom kan ik hier niet heen? Huh? Zit er een barrier blok of zo? Ik weet niet. Ik zit vast. Lijkt wel. Als ik achteruit ga heb ik nergens last van. Oké, ik ga wel achteruit hier doorheen. Ja, oké, dat werkt wel.
Hoe lang heb ik nog? 21 seconden. Rick. Voor mij heb ik het gehaald. Yes! Of ik heb een diamond gevonden. Man! Nee! 10. Dat is een gokje hoor. Oh, 7. 6. 5. 4. Dit dolf is veel te groot. Nee! Man, mijn helft. Doe niet. Please, no, sir. I have a wife and a children. Ik wil gewoon naar huis, man. Doritos Mountain Dew. Ik neem de nachtsnack. Nee. Oké, ik neem er toch een ventje mee voor de zekerheid. Er zit er best wel veel in. Er zit nog een dingetje boven waarschijnlijk. Oké, we gaan speedrushen. Daar moet je niet heen, Rick. Beste speedrushende Rick. Je weet waar je wel en niet heen moet. Hoop ik. Net aanwees. Die niet. Dus dan doen we dat lekker. Was het nou daarin? Ja, het was daarin. Oké. Rick, kom op. We kunnen even gaan naar links. Weet je, even dat diamantje pakken als er een ligt. Anders zijn we gewoon nog meer tijd kwijt. Hartstikke mooi. Het is best een groot doolhofje nog. Is hier een kistje? Oh, het is gewoon een hele nieuwe gang. Ja, ik weet niet of het een goede gang is. Daar niet van. Het is een doolhof. Dat is een beetje het idee van een doolhof. Dat je een beetje verdwaald bent. En dan ga ik wel de goede kant op. Het gaat alleen zo snel door lava. Dat is een beetje jammer. Oh, kijk. Ik heb gewoon een afsnijroute genomen, jongens. Die andere omweg is alleen als je een diamantje wil vinden. Ik ga ervan uit dat het aan het einde van de gang is. Maar voor hetzelfde geld is het gewoon ergens aan het begin van de gang. Hier begon je net met damage nemen. Nu heb ik gewoon nog een minuutje de tijd. Oh. Soms als je even stilstaat met E en dan kom je opeens niet meer vooruit. En dat is, ja, is gewoon jammer. Ga hier even in. Zitten al deze gangetjes met elkaar verbonden? Ja. Hier is wel een geheime knop. Hey, dat doet iets. Haha, Rick. Je weet hoe erg jij parcours... Ik weet hoe erg jij parcours haat. Opdracht 2 van de hoeveel. Oké, dan. Oh, nee, heb ik een jump boost gehad of wat? Een spring? Ik zie niks. Ik sta nog steeds in de fik. Zou dat lavavuur gebeuren even uit kunnen gaan, please? Doe nog een fire resistance potion. Je weet hoe ik ben. Nee, serieus. Gaat dat vuur nog weg? Of is het gewoon een blijvend dingetje? Het ziet er wel cool uit en zo. En de dames zijn er vast dol op. Alleen het maakt jump maps niet nog makkelijker dan dat al was. Voor mij helpt melk drinken ook niet echt. Ik kan daar altijd nog in de Mountain Dew springen daar beneden. Zo lang staat toen je in de fik in Minecraft? Of ik spring even in het water. Als het water is. Kijk, plons, dan ben je er ook weer vanaf. Ik weet niet of het parcours gaat lukken. Als het niet lukt, dan ga ik gewoon kaart met mijn toetsenbord slaan en het opnieuw proberen. Dat zijn even mijn specialiteiten. Oké, dan. Oh, het is gewoon een spawn point setter. Het is geen gekke boost gaver. Oké, dan. Dit kan ik soms. Soms kan ik ladder jumps. Zag je dat? Ik deed er bijna eentje. Eentje ook echt. Het niet, zit daar een kist? Nee! Oh, dit is moeilijk. Zeg maar, de normale ladder jump kan ik. Maar nu moet ik, zeg maar, niet zeg maar, van ladder op ladder. Alleen nu moet ik op deze ladder klimmen. En dat kan ik niet. Ik kan heel weinig al. Dit kan ik wel helemaal niet. Ja, we slaan die even gauw over. De normale ladder jump, zoals iedereen hem kent. Het is wel een dakje boven mijn hoofd, maar hey. Ja, dit kan ik ongeveer, zie je dat? Ik heb het zo vaak gedaan. Dan kan ik nog steeds inzuigen een beetje. Oké, daar is nog een laddertje. Dat is een beetje onhandig. Ben ik nou gevallen? Ja, ik ben gevallen. Toppie! Oké, fuck ladders! Oh, is er iets tussen of zo? Er moet iets tussen zitten. Er zit iets van een barrier block tussen, of niet? Niet? Oké. Nog meer jumps, man. Oh, dit kan ik nog wel. Nice. Oké, waar zijn we nu dan? Oké, Rick. Ik mats je. Je mag een dag rust. Yes! Oh, het is een valstrik. Oh, nee, niet. Het is een slaapkamer. Game mode 0. Nee, wacht. Game mode 2. Verder. Een nachtinator. Zo, nieuwe diamond, nieuwe Rick's dagboek. Hartstikke mooi. Dag 2. Ik ben er klaar mee. Ik verwacht morgen bij Shrek te zijn. Ik mis Bardo zo erg, maar ik moet doorgaan. Ik ga door en ik versla Shrek. Oké. Het is een beetje een diepe verhaallijn. Ik drink water. Ik heb niet zoveel met de verhaallijn te maken, maar ik hou gewoon van water. Oké, we zijn weer hier. Zoek de knop. Opdracht 4 van de hoeveel. Oké, dit kan wel interessant zijn. Ik heb nu trouwens 10 diamonds. Dus als ik me wil houden aan mijn script, moet ik geen diamonds meer vinden. Maar daar zit er eentje. Oké. Zo'n kamer vol met troepjes, jumps en al die troepen. Er zit ergens een button verstopt. Ik zie hem daar zo. Haha! Mijn Havix ogen. Ik zuig misschien in jump maps, maar ik heb wel Havix ogen. Toch? Of zit hij daar niet? Ik begin bang te worden. Ik dacht even dat ik hem zag. Maar voor mij word ik gewoon gek. Ik kan in ieder geval die chest even looten. Dat is iets. Heb ik in ieder geval iets bereikt in mijn daglevering. Het is ook een moeilijke jumps. Allemaal blokjes in de weg, man. Dat is niet handig, man. Man. Oh, dat is helemaal slecht. Oké. Yes, oké. Ik ben hierop. En dan? Hoe kom je dan hoger en zo? Niemand weet het. Oh, kijk. Je kan hierop. En dan kun je vanaf hier zo daarheen. Zo baats. En dan kun je zo boom. En dan kun je zo... Haha! Oké, dan. Waar de fuck is dat knopje dan? Is het daarboven? Zit het daar in dat ding?
Het zou zomaar kunnen. Is het hier? Nee. Wel meer diamonds. Ik heb er al 12. Ik ga hard, ik ga lekker en we doen het allemaal. Ik kan je vertellen dat de button niet hierin zit. Ik gok dat hij daar in dat gat zit. Of daar is er nog een deur. Er zijn meerdere deuren. Achter een van die deuren zit waarschijnlijk het knopje. Het is heel irritant, want je bent dus een jump up aan het doen. Maar je hebt niet één doel. Je moet gewoon hopen dat je doodgaat. Hoe kom ik hier verder? Hoe werkt dit, jongens en meisjes? En dan moet je daarheen. Ja, dat deed ik net ook al. En dan kun je zo verder. Ja! Hier is het een glowstone. Dat vind ik niet fijn. Vind ik geen fijne gedachte. Oeh, nog een diamond. Deze room is in ieder geval een goede bron van diamonds. Ik kan vanaf hier trouwens op die trap zien te flikkeren. Bats! Het kost misschien wat helft, maar dan heb je ook wat. Valt ook weer mee, maar toch. Ladder jumps! Woe! Ik kan dit. Ik kan dit. Een klein beetje in ieder geval. Boom, boom, boom. Zit hier toevallig de knop? Nee! Nog een diamond! Woehoe! Oké, dan. Waar de fuck zit die knop dan wel? Ik kan vanaf daar hierop springen. Ik weet niet of ik daar wat mee kan. Nee. Daar zou de knop kunnen zitten. En dan zit die daarboven toch wel. We moeten nog maar een keer een parcoursje zien te halen, denk ik. Oh, dit is niet nog wat te doen. Kan ik daarop vanaf hier? Nee, dat kan niet. Wat kan allemaal wel? Het is een beetje moeilijk hier. Je moet ook een beetje je parcoursmogelijkheden vinden, hoor. Er is iets te doen ergens. Een lekker fijn feestje. Wat? Weet ik niet. Ja, kan ik toch niet op zo? What the fuck? Oh, kijk. Nee, dan kan ik nog steeds niet ergens op. Kan ik vanaf hier daarheen? Nee. Oh ja, zo in ieder geval sowieso niet, Rick. Als je niet normale sprongen maakt, dan wordt het wel heel moeilijk springen. Dat geef ik je. Ja, dit ziet eruit als je echt een jump booster voor nodig hebt. Alhoewel, dat moet haalbaar zijn. Illuminati, sta mij bij. Ik ben een soort van lid van jullie en shit. Oké, die heb ik gehaald, hoor. Zo. Geen idee wat hier allemaal te doen is, hoor. Daar niet van. Nee, ik dacht dat het hier een button zat, maar dat is dus helemaal verkeerd. Zo, een diamond in. Yay! Oké, dus is het dan hier? Ik heb geen idee hoe je hierboven komt, maar er is iets te doen hier. Nog een diamond. Waar is de geheime knop dan wel? Man. Ik ga even rondvliegen, want met jump map is het al een uitdaging. Maar zelfs dan is het niet te vinden. Oké, stel ik zou een geheime illuminati knop zijn. Ik zou hem dicht bij die deur zetten, want ik ben te lui om te redstonen. Dat ben ik dan weer. Want ik ga ervan uit, hè, dat die deur zo meteen open gaat. Aha! Ik heb 3 diamonds. Ik vind het heel eerlijk. Sorry, ik ga weer lekker naar die knop zoeken. Maar dan ben ik 5 minuten lang aan het rondvliegen en zoeken. Knop denken mensen ook, Rick Hideback. Hoe werkt dit dan? Er zit hier een... Nou, ga ik het ophalen ook. Wat zit erachter voor gek mechanisme? Oh, sorry. Redstone, sorry. Waar komt de redstone vandaan, dames en heren? Hier zo vandaan. Oh mijn god. Ben ik hier geweest? Nee, hè? Huh? Oh, het zit gewoon boven de ingang. Ik heb dit nooit gezien, joh. No. Oké, Joost, is de knop, neem ik aan. Yes, ga je met die knop. Toch? Oh, is een lever. Ook goed. Even de redstone restaureren die ik net helemaal kapot heb gemaakt. Misschien gaan er nog meerdere dingen gebeuren daardoor. Daardoor krijg je dus deze chest. Dat is ook mooi. Waarom staat het trouwens niet aan? Ik zie de redstone. Oh ja, de redstone hoort juist uit te gaan. Het hoort erbij. Dus in principe maakt het niet uit. Ik kan nu dit pad wel leggen, maar maakt niks uit. Zo. Oké. Doet het nog iets of is dat alles wat de redstone doet? Ik weet niet. Ik heb voor mijn gevoel in ieder geval de map redelijk gekruid. Ik heb de geheime... Of was het de bedoeling dat... Is er nog steeds ergens een knop? Is dat het? Is dat hoe we spelen momenteel? Dat er een knop en een lever in de map zit. Dat zou heel nasty zijn. Weet je wat? Ik zoek het wel even uit. Ik ben een soort detective. Waarschijnlijk heeft het gewoon met command blocks gedaan. Dus het zou best kunnen dat er en een knop en een lever is. Aha! Zit er een knopje dan? Huh? Ligt het aan mij of zie ik echt geen knop? Gewoon, het hoort hier te zijn dus. Of is het hierin? Hoe werkt dit? Dames en heren. Oh, hier zit hij. Oké. Nou, we hebben hem gevonden. Hij was een beetje aan de moeilijke kant. Please, vergeef me. Mijnenveld. Oké, dat is natuurlijk dingen niet aanraken, want dan ga je uit elkaar dood. Ik weet niet of alles een mijn is. Je kan het heel makkelijk testen. En dat alles een mijn is. Alhoewel, we kunnen het even gaan testen door de eerste rij even heel graag af te schieten. Zo. Ja, ik denk dat we wel tussendoor moeten springen. Dus het wordt eigenlijk weer een jump dingetje. Hoppa. Dit is echt heel moeilijk, kan ik je vertellen. Oké, ik leef nog. Boom, dood. Wie heeft dit verzonnen? Ik ben aan het dansen door het mijnenveld. Dit zijn echt van die dingen die ik echt gewoon niet kan. Zoals mijn kleren aandoen zonder mijn moeder me helpt. En dansen. Dat is mijn lijst van dingen die ik echt niet kan. Hoppla. Oké, het gaat redelijk. Oh man. Oké. Deze jump is te doen. Dan ga je dus een soort van schuine vakjes doen. Dat is soms te doen.
Ah, man. Ja, het is ook, je moet voor je sprong toch een klein aanloopje nemen. En dan beweeg ik dus te veel naar voren en dan trigger ik zo'n ding. Daar komt het eigenlijk op neer. Oké, ik leef nog. Maar hoe ga ik dit doen? Ah, man. Ik was er bijna. Nu heb ik zoiets van, ik ga het legit doen ook, hè. Ik kan het alweer cheaten uiteindelijk. Je kan alles cheaten als je mij maar bent. Als je mij maar... Ah, man. Als je mij maar bent en genoeg niet zelfvertrouwen hebt, dan komt het helemaal goed. Oké, dan. Poep. Dit is moeilijk. Ah, weet je, kijkers die kunnen meedoen en die zien dat het moeilijk is. Fuck alles. Ik ga het nog een paar keer proberen. En als het dan niet lukt, dan ga ik ons gewoon lekker verder cheaten. Want we moeten toch verder. The show must go on. Ik kan ook wel weer 30 minuten bezig zijn met dit mijnenveld. Maar dan wordt iedereen verdrietig. Ik ben al verdrietig, maar dan worden zelfs kijkers verdrietig. En ja, je bent hier toch soort van voor je plezier. Of iemand zei, wow, moet je deze gast zien? Hij is vet grappig. En nu kijk je van, wat de fuck is dit dan voor zooi? Of, oh, ik zit trouwens gewoon in game mode, joh. Nou, toppie. Of, ik heb dat ook. Ik heb nu een nichtje. Had ik altijd al, hoor. Ik heb niet nu opeens een nichtje. Maar die komt iedere keer van, hey familie, ik wil een vet leuke YouTube video laten zien. Dus dan denk je, oké, nichtje, laat maar zien dan. Wat heb je voor leuks mee? Weet je wat ze dan iedere keer laat zien? Een Enzo Knol video. En dat mag. Als je een nichtje bent. Alleen, ja. Het is zo ongemakkelijk. Ik ken het vast wel. Dan wil je familielid een filmpje laten zien. Van, oh, dit is echt leuk. En dan vinden ze het niet leuk. Dan ga ik hier geen oordeel doen over Enzo Knol. Dat mag je helemaal zelf doen. Maar misschien is dat ook met mijn video's gebeurd. Oh, je moet even deze gozer zien. Hij is vet grappig. En dan zitten jullie nu samen deze video te kijken. Dat zou helemaal grappig zijn. En dan blij dat ik helemaal niet grappig ben. Wat je eigenlijk al wist. Weet je hoe je dat noemt? De vierde muur breken. Als ik nu zeg van, oh, Rick is helemaal niet grappig. En je kijkt hier met een vriend. En ik, wow, ik kijk dit nu echt met een vriend. Rick is echt niet grappig. Dan heb je het gevoel alsof ik gewoon erbij hoor. Alsof ik weet dat dit aan de hand is. En dan breek je een vierde muur. Zoals ik zeg van, ik zeg wel eens in mijn video, hey, lekker sinaas aan het drinken. Gewoon random. En dan kijk ik van die reacties van, ik was echt sinaas aan het drinken. Hoe weet jij dat? Ik ben gewoon een cirkeltje. Oké, we gaan dit proberen. Het is gewoon weer een lekker licht door. Of gewoon heel veel pijlen erin schieten. En je kan ook gewoon heel goed kijken als je op shift zit. Dat is te doen. Als je een beetje normaal kan springen, wat ik niet kan. En we zingen en we springen en we zijn zo blij. Want er zijn geen starterkinden bij. Oké, wacht even hoor. Daar is het blokje waar ik heen moet. Oké, ik leef. Oké. Ik sta ook echt op één blokje. En dan moet je zo... Dat is een ander blokje toe. Oké, ik leef nog steeds. En dan moeten we daarheen. Ja. Oké, dit is best moeilijk. Het is tragisch. Oké. Daar een blokje. Oké, dan. Toppie. Ja, oké. Een soort trappetje begint hier langzaam te ontstaan. Moet hier naar rechts, geloof ik. Ik beweeg nog steeds. Ik sta gewoon op shift. Dus als er wat verkeerd is... Oh, man. Fuck alles. Werkt dit? Het moet wel werken. Het is niet eens vals spelen. Ik sta gewoon in Game Mode 2. Nee, maar kun je die niet indrukken met pijl en boog. Ach joh, dit doet te veel, man. Veel te lang. Ik wil gewoon Shrek bevechten, oké? Dat was wel goed raak. Dat dan weer wel. Praten. Schrijf je reden. Kantoor van Shrek. Oké, we moeten natuurlijk... Oké. Shrek, hoi Rick. Ik heb van je klacht gehoord. Wat een onzin. Oh nee. Shrek, please. Is dat alles? Of komt er nog meer dialoog, zeg maar? Oh ja. Probeer maar goede redenen te schrijven waarom je weg wilt. Schrijf in een boek en gooi het in de hopper. Je kan er waarschijnlijk ook niks in schrijven. Nou, er moet wel iets in staan, een woord. Je stinkt. We gaan wat redenen verzinnen. Je stinkt. Je moeder stinkt. Er zit erg veel suiker in Mountain Dew. En ik ben aan het diëten. Sign done. Hoppakee. Oh, ik heb het niet goed gedaan of wel dan. Ah, man. Je stinkt naar je hoermoeder. Zo, hey. Sign. Kakpoep. Sign and close. Pomp in de hopper. Bam. Was dat goed? Waarom accepteer je kakpoep niet? Als hij het niet doet, gooi random shit. Stik. Een nachtsnack, wil ik terug. Man, waarom doet hij het niet? Een diamond dan? Oh man. Hopper, please, accepteer dit offer. Ik kan ook gewoon de redstone eronder activeren, daar niet van. Kan ik niet gewoon hier iets in doen? Dan gaan ze ook niet in mee. Verdorie. Het komt omdat ze allemaal namen hebben, volgens mij. Volgens mij had ik hem niet moeten ondertekenen. Volgens mij is dat het. Open even gauw de chest. Oh shit. Misschien een sign? Werkt een sign?
Ik weet niet hoe dit werkt. Oh, er zitten gewoon... sorry, ik heb de halve map gesloopt. Game mode 2. Misschien moet ik in game mode 2 zitten. Who knows? Who knows? Waarschijnlijk niet. Oké. Ik ga de redstone maar weer uit elkaar pielen. Er is iets niet helemaal goed gegaan hier. Oké, dan. Als dit kapot sla, werkt het dan? Ik had gehoopt dat het zou werken. Oh man. Moet hij... Oh ja, hier is de tekst. Tekst. Shrek... Oh mijn god, dikke spoilers. Shrek blaast me op. Oké, dan. Ik moet de redstone zien te activeren, denk ik zomaar. Huh? Aha, wat een slechte reden. Ik ben pas bij de eerste regel en ik vind het al onzin. Ik stuur je terug. Je mag alle 10 de opdrachten opnieuw doen. Doei. Arg, oh nee. De reden is zo slecht. Kuch. Oh, hij gaat dood. Oh, ik snap het. Oh nee, de reden is zo slecht. Oh my god. Prachtig. Gefeliciteerd, Rick. Je hebt de eliminatie verslagen. Ofwel soms. Creator, just Nick. Cijfer. Als ik een goed cijfer krijg, tenminste in de video kom, kan ik een deel 2 maken. Als je alle diamanten hebt, toppie. Woe. Nou, sorry dat het einde zo rommelig ging, lieve kijkers. Ik doe ook gewoon mijn best. Snap dat. Ik ben hier niet om de maps van makers te verzieken. Ik doe mijn best. Alleen soms als dingen te lang duren, sla ik ze even over. Dat zeg ik echt voor de derde keer deze video. Alleen ik had altijd heel veel haat om, dus ik dacht, zeg het even. Ik heb echt genoten van deze game. Een mooi einde, mooi origineel einde. De reden is zo slecht dat Shrek doodging. Je stinkt, je moeder is een hoer. Zijn in principe gewoon hele slechte redenen, ja. Ik geef de map een 9. Ik zou een klein beetje letten op difficulty. Hou er gewoon rekening mee dat ik een Mongool ben. Ja, het is gewoon jammer als we heel lang met bepaalde onderdelen bezig zijn. Maakt dingen ook niet te makkelijk. Ik heb quizzen gezien met vragen zoals hoeveel benen heeft een kat? Dat je denkt van ja, dat is ook niet leuk. Maar ik heb ook quizzes gezien met vragen zoals hoeveel poten heeft een 1000 poten echt? En ik denk ja, hoe de fuck moet ik dat weten? Het is wel een leuke vraag trouwens. Die vraag was er niet en die katvraag was er ook niet. Ik heb ze allebei net verzonnen, maar het gaat om het idee. Weet je wel, het is moeilijk om het difficulty goed te zetten, maar ik geef je een dikke vette 9. Maak zeker nog een map, gooi het lekker over de boeg, lekker origineel, originaliteit wint bij mij punten. In plaats van nog een Illuminati map maken, maak een hele andere map, met een hele andere texture pack. Ik geloof in je, denk ik. Dankjewel voor het kijken van deze aflevering. Volgende aflevering van Map van een Kijker, een nieuwe map. Van misschien een nieuwe kijker, misschien een oude, zoals deze gast weer. Dankjewel voor het kijken, tot de volgende aflevering. Doei!